opening situation for Louis de la Trace with pole position. In between, on second place on the grid, there is Callan O'Keefe, the young 19-year-old South African driver from Fortec Motorsports, in second place on the grid, followed by Ukio Sasahara in car number 9 of the ART Junior team. Very special show from him yesterday when he came back to the starting grid. He spun there when he tried to go into second place on the starting grid. Hope he'll do better today. Third place on the grid for the Japanese driver, followed by Kevin Jurg, as I told you. Then it's Max de Fourny, the best of the 8 rookie drivers in the field. You can recognize them with the red starting numbers. So it's de Fourny in fifth place overall, followed by Harrison Scott and Dries Van Thor in seventh place on the grid. That is our race winner from yesterday. Thank you, Lucas, for this extra informatie over deze Grid Cup, die je in het Engels hebt meegekregen. De vaste begeleider van de serie, Lucas, die hier ons heerlijk kon ondersteunen met veel weetjes en informatie over hoe het allemaal gelopen is. Ja, en wij gaan natuurlijk een prachtig verslag doen van deze wedstrijd tijdens deze Gamma Racing Days. Ja, prachtig stukje evenement. Ja, waarbij we zometeen ook natuurlijk hier en huldigingen en demonstraties gaan krijgen. Na deze wedstrijd zal de grote demonstratie komen en van Max Verstappen, maar natuurlijk ook van nog veel meer mensen. Dus dan zijn we weer een uur lang met de prachtige dingen hier voor de hoofdtribune bezig. En daarna hebben we nog een vol raceprogramma, de Supercar Challenge, die met de Super GT's, de GT's en de GTB's langs gaat komen. De Boss Series met de prachtige Formule 1 auto's daarin. De Nederlands kampioenschap, historische tourwagen. En GD's, de prachtige historische auto's die er weer bij zullen zijn. En dan de Supercar Challenge groep 2. En dan zijn de supersport en de sportklasse. En als afsluiter nog een wedstrijd van de over het lijntje rijdende Clio Cup Benelux. Die wel heel goed gaan opletten of ze met alle wielen op het circuit blijven. Voorlopig gaan wij beginnen aan een prachtige wedstrijd van het Noord-Europees kampioenschap Formule Renault. Iedereen staat er klaar voor. De teams zijn van de, bijna allemaal van de baan af. Hier en daar moet nog even gestart worden. Dus er zullen nog wat startaccu's langs staan. Dat zijn de enige mannetjes die we nog zien. Bij de auto hier en daar een parapluutje om het niet te warm te krijgen. Want ja, de zon schijnt op je bolletje. Maar je zit met 6 gordels vast in een warme auto. Dus dan ben je blij als iemand even een klein parapluutje boven je hoofd houdt. Niet voor de regen dus, maar om te zorgen dat je niet de warmte direct om je heen krijgt. We wachten even op meneer Lamers met het bord 1 minuut. Hij is, krijgt dat ook in zorg aangefloten. Dat krijgt hij nu. En dat betekent dat de auto's gestart gaan worden. En de paraplu's gesloten gaan worden. Dat de gordels nog voor de laatste keer aangehaald gaan worden. En als alles loopt, dan gaan de mannen naar de zijkant en dan krijgen we de laatste opwarmronde van het Noord-Europees kampioenschap Formule Renault in deze prachtige wedstrijd. Kan wel eens een redelijke stap richting het kampioenschap gaan worden voor de man die op pole position staat, Louis Delatras, die met de Deglo gele neus en de zwarte sidepods start nummer 14 hier op pad gaat. Mooi vol veld, natuurlijk weer. Dit kampioenschap is qua budget iets beter te doen dan het Europees kampioenschap. Maar veel rijders rijden ook dubbel om gewoon zoveel mogelijk racekilometers te maken. En ook natuurlijk punten weer gaat scoren richting de superlicentie. Als je maar veel punten scoort voor je superlicentie, dan ga je natuurlijk dadelijk wat makkelijker naar de Formule 1. Mits je daar de talent voor hebt natuurlijk. We gaan kijken wat er gaat gebeuren. Deze jonge honden zullen zeker alles willen en zullen willen laten zien dat ze heel goed zijn. Veel wielspin bij het wegrijden, dat is niet zo heel gek. Ze rijden met heel veel wielspin weg om wat extra rubber neer te leggen en proberen dan zo meteen daar weer bovenop te parkeren, zodat ze eigenlijk wat meer lanceerkracht hebben bij de start van zo meteen.
So it's formation lap now for the 24 drivers, the 24 cars getting last experiences concerning the track and the situation out there. Then they will come back to start finish for the Grand Prix start, of course, into the 25 minutes racing distance. And of course, there are several drivers to watch in addition to Louis Delatras, Kevin Jürgen, and all the other top guys in the field, as we can see problems there for Alex Gill leaving from last place on the grid. He crashed in qualifying session, so he definitely has to start from the back of the grid, but obviously there already was a problem, so the number 5 car stands on track, Rick. Ja, dat wordt een groot probleem. We hebben de nummer 5 die al een crash gehad heeft tijdens de kwalificatie. En nu dan zeg maar als laatste ging vertrekken zonder tijd. Die staat gewoon stil midden op de baan. Dat is wel echt een uitdaging. Ik hoop dat ze daar heel snel een sleepauto voor krijgen. Zodat we zonder problemen de auto weg kunnen krijgen. Als hij er al in blijft zitten, dan kunnen de twee mannen eventjes een beetje gaan duwen. We zijn er nog niet. We komen op dit moment hier op de grid aan. Want de tempo daar helemaal uitgehaald. Dus daar komen de mannen aan. Dus als ze die auto snel aan de kant kunnen krijgen, dan kunnen we zonder grote problemen de wedstrijd gaan aanvangen. Als dat niet het geval is, ja, dan heeft iedereen weer koude banden en dan zal de start nog lastiger worden dan dat al is. Gisteren dus veel wielspin voor de pole position man en daardoor wat verloren. Kijken hoe deze Louis Delatras, die het langst stilstaat en dus relatief de koudste banden heeft, toch hier goed weg gaan komen. De Michelins gaan proberen te kleven aan het asfalt. Maar proberen het lijntje te vinden wat je net hebt neergelegd bij het starten van de opwarmronde. Voorste mannen altijd het lastigst. De motor wordt het warmst en de banden worden het koudst. En de achterste mannen staan het kortst stil en hebben dus eigenlijk het grootste voordeel. Het is altijd de uitdaging van de man van pole position om dat goed te doen. En natuurlijk ook zometeen, ja, het zou zomaar start delayed kunnen worden als die auto nummer 5 niet van de baan gehaald wordt die achterop in sector 2 ergens stilstaat. We hebben daar geen beelden meer van. We kijken nu ook op ons grote beeld. We krijgen een groene vlag en dat betekent dat de wedstrijdleiding waarschijnlijk het hier de boel vrijgeeft. We kijken wat er gaat gebeuren. Elk moment kan het gaan. De toerentallen zijn heel erg hoog. Iedereen gaat echt, perfecte start van de man van pole position. Night of knowledge wins dat. Louis Delatras gaat proberen daar achter de dikke oranje auto aan te komen van Scott Harrison. Op 1000 keer achter, maar het is niet zo mooi. Dat was je al. Zit hij ertussen? Geen bieden omhoog. Nee, neemt een veilige situatie. Even een klein beetje van het gas af. Delatras is de man die al zo snelste weg is. Heeft hij goed gedaan. Wie is er nou goed meegekomen? Is dat dit van de Sascha Hara geweest of is Kevin York daar meegekomen? We hebben beide een beetje dezelfde kleuren. Moeilijk te zien. Groot dringen daar zo in de strubben. Hele lastige, langzame bocht. En dan moet je goed uitaxeleren. Heb je veel ruimte nodig. Delatras is in ieder geval de man die als eerste hier op pad is gegaan. Goed om te zien in de eerste sector. Sascha Hara zette de snelste tijd in de eerste sector met die start. En dat laat altijd zien dat hij even lekker snel op pad was en de ruimte gevonden heeft bij de eerste meters. Want dan is het altijd dringen. Kun je het helemaal voor vast ophouden. Is het even positie kiezen. En zien dat onze Belgische vriend Dries van Toorn toch niet gered heeft in de start. Wat hij gisteren spectaculair deed, kan hij nu niet even waarmaken in deze eerste fase van de wedstrijd. Wie weet komt hij zo meteen nog wel even voor. Een klein oprokend bandje daar van start nummer 18. Als ik het goed zag, die van een tiental, het zal een nummer 17 geweest zijn, Olsen, die daar eventjes een bandje op rookte bij het aanremmen achterop bij de bult. En dan gaan ze nu man nog een duimpje zo en dan komen weer deze kant op. Zo snel gaan de mannen, super snel auto's en we kijken eens even hier bij de Geert Dimmelkop, dat daar verschijnen zo weer Delatras, die de eerste ronde als de snelste man en opposition man hier gaat afronden. Koukief erbij, ik kan hem ook goed gedaan. Sassaren, Jorgen een plaatje voor de Scott omhoog, de Vernie eentje voor Van Toorn, zelfde positie. Dries, wat dat betreft, heeft in ieder geval het gedaan wat hij moest doen. En dezelfde positie, maar hij heeft niets kunnen vinden in die eerste ronde. No big moments this time at the start of race number 2, so it's Delatras in the lead, it's Cullen O'Keefe in second place, followed by Ukyo Sasahara and Kevin Jürg. No changes there, as we can see a strong battle there with Enrique Chavez and Colin Noble. This is the battle for places 9 and 10, but let's shortly come back to the actions at the start. There was one single change in the top area of the field, so it's Harrison Scott who passed Max De Fury, so there is another position now on place. This is 5 and 6. It is Harrison Scott in 5th and Max De Fury in 6th. As we can see, a drive-through penalty, and this is very unfortunate for the Rinna
winner from race number one yesterday. It's Dries Van Thor, still driving in seventh place where he left on the grid. He tried to do it again. Not good. No, this time he was too fast. Dries Van Thor krijgt een drive-through penalty. Gisteren met een magistrale start werkelijk zijn wedstrijd gemaakt. En hoeft hij alleen maar Okia Sashihara voorbij te gaan om die hoogste positie in het veld te pakken. Nu een drive-through en in dit geval effectief. Very good performance now from Callan O'Keefe. He just posted the very fastest lap of the race so far, 137.510 for the South African driver. And of course, he's highly motivated because he scored his very first victory of his career in Formula Renault Toulita Northern European Cup at Hammer Racing Day just 1 year ago. In race number one of the weekend. Yesterday he only finished in fourth, so he didn't score a podium yesterday and was very motivated yesterday in the evening and said, I will definitely try to go for the victory today. And honestly, Delatras' pace wasn't that impressive yesterday as he only finished in fifth place. Of course, it was a very good situation today for him to leave from pole position, but O'Keefe seems to be quicker right at the moment, still a very, very strong battle now for the lead. Ja, mooi lijkt van de begin timmer, dat zien we ze weer. Mooi te zien deze mannen, Delatras. 37-3 ook voor O'Keefe, een paar honderdste dichterbij. Ja, als je dan eenmaal zo dichtbij rijdt, dan kun je op een gegeven moment niet zo heel veel dichterbij weer, want dan worden de lucht boven de vleugels wordt enigszins verstoord. En dan heb je heel veel problemen met de banden. Callan O'Keefe, die op een halve seconde zit, is in striking distance. Het kleinste foutje van Delatras wordt afgestraft. Okia Sashihara zit dan op iets meer van een seconde van O'Keefe af. Dus dat is net even dat gaatje dat je het wel hebt. En ik heb het idee dat we hier wel de drive-through van Dries Van Thor gezien hebben. Keurig netjes in beeld. Zagen we dat nog eventjes. Dries Van Thor die meteen zijn toch wat onfortuinlijke jumpstart hier inlost. En dan gaat proberen vanaf achteraf aan te beginnen. Effectief, als het veld zo dicht bij elkaar is, dan is een drive-through, dan heb je gewoon een achterstand van een aantal seconden op de laatste man in het veld. Dries Van Thor kan laten zien of die kan gaan inhalen en of hij die kennis ook goed bezit. Overigens, gisteren deed Dries Van Thor dat uitstekend ten opzichte van Okia Sashihara met een spectaculaire move hier vlak langs de pits. Dus ja, dat hij kan inhalen, dat weten we wel, maar nu moet hij er een heleboel gaan inhalen. Delatras still on top. There is an advantage of 0.6 seconds towards Callan O'Keefe in second. Okia Sashihara in third. Kevin Jörg in fourth. Harrison Scott is in fifth. And Max De Foley now improving a little bit, making pressure towards Harrison Scott. Of course, he lost place number five at the start. So Scott got the advantage there. But now it's the young Belgian driver who closes up towards Harrison Scott. Of course, he's also very motivated. Scored his very first career victory just 1 weekend ago at Spa-Francorchamps. And Dennis Olsen, another fastest lap for the number 17 car right now. And this is an impression we have already got before or in the earlier area of the season. Dennis Olsen not that quick for one lap in qualifying, but in fact, he's very, very good over the racing distance of 25 minutes. And we can again get this impression today as it's the second fastest lap now driven by him in 136.931. For Dennis Olsen, still in seventh place. He left from ninth on the grid. He's definitely still moving up. Ja, mooi gezien. Dennis Olsen, die het heel goed doet, rijdt onder startnummer 17. En zet de snelste tijd van de wedstrijd erg knap midden in het veld. Heeft de 19e achterstand dit van op Max De Fournier, de man met de regenboog op de airbox. Dus dat kunnen we heel goed herkennen. Die twee hebben echt nu een schitterend gevecht. Max
Harrison Scott zit daarvoor in die Deglo oranje auto. Dus die auto's zitten zeer dicht bij elkaar voor de plaatsen 5, 6 en 7. Daar kan echt van alles gaan gebeuren. De leider, startnummer 14, Louis de la Traz, is alweer onderweg richting de rampzoek. En gaat dan hier naar de zit in de bocht toe komen. Wacht even tot hij uitkomt. We kijken even, hier is het de la Traz door de Timmerbocht. En dat is het heel gek. York zit daar, Kevin York zit daar ook bij, Harrison Scott, Duffy en natuurlijk de man die daar vlak achter zit, Dennis Olsen, de man die net op de sterkste punt bij, sluit aan in het groepje. En dat is een heel groepje eigenlijk vanaf Callum O'Keefe tot en met Dennis Olsen, die om die plaatsen aan het strijden zijn. In dat groepje kan er letterlijk alles gebeuren. The field with de la Traz in the lead, 1.1 second towards Callan O'Keefe. He already tried an attack just one lap ago. So the South African driver definitely still fighting for the victory, as he told us yesterday in the evening. Sahara in third, Kevin Jürgen in fourth, still quite close battling there, as we can see the best four cars within 2 seconds right at the moment. Then there is a gap of 1.7 seconds towards Harrison Scott in fifth place, still defending against Max de Fournier in sixth, and Dennis Olsen was just able to close this gap in seventh place. So it's now a battle of three cars for fifth, for sixth, and for seventh place. Jahan Daruvala in eighth overall, ahead of Enrique Chavez and Colin Noble. These two guys still close to each other, as we have seen in the very early part of this race, but it's still the advantage for the Portuguese driver Enrique Chavez, one of five drivers of the ABF team from Spain. That is coming over the list, the only driver in the British MGR Motorsport team from Mark Goodwin. Next is Darius Oskuri in 11th place, ahead of Ferdinand Habsburg in 12th, Nikita Mazepin ahead of Pontus Fredriksson. Then it's Josef Zabel, ahead of Kevin Kleiveres, who in fact only benefited from place. So he left in 17th, no, in 18th place on the grid. Now he's running in 16th. So in fact, he just improved by two positions. Next up is Charlie Eastwood in 17th, ahead of Bartlomej Mirecki, Bruno Baptista, and Inigo Bicunia, completing the top 20 positions, ahead of our newcomer Christopher Anthony at his very first racing weekend in Europe, as he originally comes from Australia. And that is Dries Van Thor in 22nd place, just in front of David Richard, who is currently the last of 23 drivers starting in this race. I think it still looks quite good for the la Traz. Last lap was a 137.2. Callan O'Keefe did 137.1. So in fact, the gap stayed the same at 1.1 seconds. Then it's the Sahara in third, Kevin Jürgen in fourth, now separated by 1.9 seconds towards his teammate Louis de la Traz. De la Traz met een flink voordeel door het gevecht achter hem. Callan O'Keefe, Kia Sasahara, Kevin York, Harrison Scott, Max de Fournier, allemaal dicht bij elkaar. Ondertussen een gat reserve dat Kevin York ontstaan is. Komt hier zeg maar richting de Geert Timmerbocht. Louis de la Traz al gaan. 1.37.2 was zijn persoonlijke beste tijd. Hij probeert dus weg te komen bij O'Keefe. O'Keefe 1.37.1 zit weer een tiende langzamer. Sasahara daar vlak achter. En dan het groepje met de rode aan de aanvoering. Dat is de Harrison Scott, plaats 5. Max de Fournier en Dennis Scott daarachter. Ja, zo zie je dat iedereen, als hij de ruimte krijgt, wel goede tijden kan rijden. Maar het is toch wel lastig. We zien dat Jan Daruvala, die is een rookie, ligt op de tweede plaats bij de rookies. Maar die rijdt de snelste ronde op dit moment van de kopgroep. Eigenlijk überhaupt, hij is de snelste man op de baan op dit moment. En dat komt omdat hij niet in een groepje rijdt, maar gewoon even de ruimte heeft om heel hard te rijden. Zich helemaal op lijnen te concentreren zonder mannen voor of achter hem. Zonder dat hij probleem heeft dat zijn vleugels geen goede werking meer hebben. Ja, dan krijg je dat weer. En dan kan hij dus ook, ondanks dat hij op die achtste plaats in de wedstrijd rijdt, rijdt hij wel de snelste ronde van iedereen in deze ronde. Niet de snelste ronde van de wedstrijd, maar wel gewoon de snelste man op de baan op dat moment. Hij rijdt dan ook meteen weer naar dat groepje toe en zo met een beetje mazzel gaan aansluiten achter Dennis Olsen. Thank you.
steeds aan de leiding. Nou, dat doet hij dan in dit geval heel goed. Op 17e zien we inmiddels Kellen O'Keefe, die persoonlijk snellere tijd neerzet van 1.36.7. En daarmee weer een klein beetje dichter in de buurt komt van Louis Delatras. En Ukio Sasahara, die ook zijn persoonlijke tijd verbetert en ook aan het zetten is richting zo'n beetje de tweede helft of de helft van deze wedstrijd al inmiddels. We hebben 25 minuten te racen. Ja, we zijn al over de helft heen. Dat gaat goed. De langzaamste auto tussen haakjes, in ieder geval degene die zijn tijd niet verbetert in die kopgroep, dat is Kevin Jurk, de nummer 15 auto, of 1.37.3. Dus die moet nog uitkijken, die moet achter zich kijken, want de mannen achter hem zijn een halve of 1/15 van een seconde inderdaad sneller per ronde dan Kevin Jurk. En die zou dus nog wel eens een keer zoeken gereden kunnen worden in dat laatste deel van deze race. Maar vooralsnog dus Louis de Delatras, die goed onderweg is. En ik denk de volgende ronde moet gaan pareren, omdat de mannen achter hem ook hun tijden aan het versnellen zijn. Ja, hij kan niet meer rennen. En wat dat betreft is goed om te zien dat die Delatras hier rijdt. Maar hij heeft een beetje de wet van de rende voorsprong op dit moment. De mannen achter hem zijn inderdaad op jacht naar zijn versnellingsbak. En om te kijken of ze hem kunnen verschalken. Nou is hij niet voor niks kampioenschapsleider. Dus hij zal er ongetwijfeld wel een antwoord op weten. Maar we gaan kijken hoe dat gaat. Het is in ieder geval goed om te zien dat er niet iemand zomaar kan weglopen. En met de winst vandoor kan gaan. Delatras met zijn rood, wit en groen helm. Door de kant richting de Gittimmerbocht. Daar remt hij aan en vlak daarachter alweer. O'Keefe, kijk eens hoe het gat geen gesloten is. O'Keefe heeft even wat niet gevonden. Eens wat dichterbij gekomen. De Zuid-Afrikaanse vlag zit wat meer in de spiegels van de Louis Delatras. Kellen O'Keefe dus de tweede. Dan O'Keefe Sasahara, die toch qua tempo continu mee bijhoudt. Kevin Bjorn in een zo'n sneller. Die is weggekomen bij Harrison Scott. Kan een goede tijd rijden. Daar zit overigens ook niet zoveel door. Want Harrison Scott zat op een gegeven moment op 4 seconden achterstand. Is nog maar 3,1. Dus die heeft ook ten opzichte van de leider een seconde gewonnen. En het lijkt erop of de hele groep een klein beetje in elkaar aan het schuiven is. Het gat zit er nog wel voor Darfuela, de startnummer 6. Die er wel een 1.36.8 rijdt. Een 2/10 sneller is dan Olsen. Maar dat verschil is duidelijk kleiner geworden. Delatras aan de leiding, maar het is nog niet zeker wat hij gaat doen. Daarbij de slinger, de Ruskenhoek richting de stekkerbal, is het nog steeds aan de leiding. Delatras, O'Keefe daar vlak achteraan, jagend. Een klein beetje afstand voor Sasahara, die de aansluiting net kwijt is. Dan is het York met, dan is het Kevin York en Scott die daar met z'n tweeën aankomen. Olsen en een klein gaatje richting Darfuela. Dat zijn de eerste acht. Zitten ze zeer dicht bij elkaar. En dat zie je inderdaad ook mooi op het grote scherm wat hier staat. En wij dan in onze commentaarpositie op de wat kleinere schermen. Ik zit me net over te verbazen dat dit is wat je graag wil zien met al die jonge honden in die formulewagenrace rijden. Dit zijn de toppen van deze jongens. Eigenlijk zou ik het papiertje moeten bewaren en over 10 jaar nog eens terugkijken. Er zitten altijd wel 1 of 2 tussen die behoorlijk ver komen in de autosport. En het hoeft niet per se overigens Formule 1 te zijn. GT-racing, Le Mans en dat soort zaken zijn natuurlijk ook heel erg gaaf, maar dit zit gewoon dicht op elkaar. Ja, ze zitten zeer dicht bij elkaar. Dus Sasahara die toch weer uit die GT-motor wegkwam en dan ineens weer naar O'Keefe toe rijdt. Die zitten echt zeer dicht bij elkaar. Ik zie dat Kevin York daar ook aansluit. Misschien dat Harrison dat ook gaat doen, want Harrison rijdt daar ook naartoe. Maar nu rijden ze ongeveer allemaal gelijke rondetijden. De langzaamste van die kopgroep was eigenlijk de man op de tweede plaats. Maar ja, als je hem dan weer uit de strubben ziet uitaccelereren, dan zie je ook gewoon dat het daar goed gaat. En een van de mannen wordt uitvaller. We zagen het al, dat is volgens mij Chavez is dat? Ja. Enrique Chavez die met een startnummer 21, de Deglo Rode auto, de tweede in het veld. Die helaas zijn auto kan moet parkeren met mechanische problemen. Zet hem in de pitstraat, dus hebben we geen gele vlag. En kan de auto gewoon rustig naar achter geholpen worden. En dan is er een veilige situatie, goed opgelet van de rijder. Dat hij de auto even uit het, van de baan afgereden heeft zonder daar grote problemen te veroorzaken. Big shame there for Enrique Chavez, one of the 5 AVF drivers. He was actually on a very good way to score a top 10 result today, but obviously there is a technical issue on his number 21 car, so he stopped in the end of start finish, in the end of the pit lane, and is definitely out of the race. So it's now Ferdinand Habsburg and Colin Noble benefiting, coming up into places 10 and 11. Delatras still under a lot of pressure from start finish straight, but of course there is one big problem for the single seater formula car.
to catch up towards Louis Delatraz, who is still on his way to victory number 6 already, as it has been a very successful season so far for the son of former GT and sports car driver Jean-Denis Delatraz. Cullen O'Keefe in second, Sasahara in third. Now he has to defend against Kevin Jürg, who is still in fourth. And in fact, even Harrison Scott and Max Tifoni come a bit closer towards the leading four drivers, so there is still quite a lot of time for them. So maybe we'll have a final of 6 drivers for the podium positions. Sahara blijft erbij, De Fournie en Harrison Scott. En Dennis Olsen, eigenlijk de tot en met Dennis Olsen zitten ze er gewoon zeer goed bij. En Dennis Olsen dan nu wel 4,4 seconden van de leider af. Maar er zitten allemaal auto's tussen. En ja, de rondetijden zijn absoluut gelijk. Sasahara had de Japaner had nu weer een wat mindere rondetijd. En heeft daar maar ietsje voor aan de aansluiting verloren. Terwijl Keith dan weer de snelste man op de baan was. Wederom is deze auto binnen. Die hadden we al een paar keer gezien. Dat is Dave Richard, die binnenkomt de startnummer 26. Terwijl de leiders langskomen, kijk eens, als onder een dekentje komen ze langs. Klein gaatje richting de Deglo rode auto van Harrison Scott. De top 4 eigenlijk gewoon goed bij elkaar op dit moment. En ja, als er ergens daar een kleine vergissing is van een van de mannen, ja, dan is het zomaar gebeurd. 5 minuten nog op de klok. En dat betekent dat we nog zo'n 4 rondjes, naar 3 rondjes te gaan klikken. Now in between two of the 8 rookie drivers, it's Max Tifoni fighting against his ART teammate Darius Oskoui in car number 10. In fact, Tifoni lost the leading position in the rookie category to Jahan Daruvala, the Force India junior driver, who is now in 7th place. So Tifoni lost some ground. He's now in 7th or in 8th overall, just ahead of his teammate Darius Oskoui, who tries an attack on his teammate, as we have seen David Richard coming into the pits, one of the 2 inter-Europol competition drivers, and he's now followed, unfortunately, by Kevin Claveros. We spoke about him earlier this race, so obviously technical issues for the number 12 Prisma Motorsport car. Ja, 4 minuten nog te gaan. Rijders achterop, meer deze kant op komend. Prachtig om te zien. Start nummer 14 aan de leiding, al van start tot finish. Wel continu bedreiging op de 4 mannen die dan zeg maar in dat groepje echt even gaan laten proberen wat er daar gaat gebeuren. En echt ook de mogelijkheid hebben om wat verder naar voren te komen. Hier komen ze door Gert Timmer, mocht hij kijk eens even. Ik hoor ook nog een steeds kleiner Delatraz onder hoog gedrukt, maar maakt geen enkele fout op dit moment. O'Keefe die het gaatje zoekt. Dan Sasahara, de man op de 3e plaats, en Kevin Jürg net buiten het podium. Die zal er ook alles aan gelegen zijn om toch degene zijn die het podium komt te zien met een pogingen. Heel erg dichtbij, O'Keefe gaat het nu proberen. Kijken of hij richting de Strubbe wat kan in de Noordlus. En zijn ze daar duidelijk 3 keer rechtsaf aan het gaan. En dan 1 keer links, daar zit een klein gaatje. Kan dat? Nee, want het binnenkantje wordt volledig afgedekt door Delatraz. Laat een heel klein gaatje, maar oh, wat zitten die mannen dicht bij elkaar. De laatste 4, de eerste 4, echt als onder een dekentje zijn ze daar aan het strijden. Wat een mooi gevecht hier aan het einde van de wedstrijd van deze Noord-Europese kampioenschap Formule Renault. Ja, Rick, ik ben even tussenuit geweest natuurlijk, maar we hadden het eerder vandaag over de strijd bij de karten die zo spannend was. Maar hier kan er ook wat van, want dit is echt heel gaaf. Zo dicht op elkaar met nog geen 3 minuten meer te gaan in deze wedstrijd. Met Delatraz natuurlijk met de beste kansen. Maar ja, er kan van alles gebeuren. Ze zitten zo dicht op elkaar. In 1 ronde kan het complete plaatje er zo anders uitzien. Ja, Delatraz eigenlijk daar met zonder foutje. O'Keefe met een foutje. Dat betekent dat de tweede, derde en vierde plaats nu eens heel dicht bij elkaar zitten. Maar dat wordt dan weer netjes glad gestreken. En hopen dat ze de slipstream kunnen oppakken. Dat Delatraz nu niet ineens weg kan lopen. Doordat O'Keefe een foutje maakt. Ja, eigenlijk zo erg Delatraz onder druk proberen te zetten. Dat hij daar toch weer voorbij komt. Is niet gelukt. Delatraz is echt een koude kikker wat dat betreft. En weet de auto in het goede spoor te houden. Zodat hij niet weggehaald wordt. Nu is het gat er iets groter. Daar is Louis Delatraz. Dat is Kellen O'Keefe. En dan Soesje Sasahara. En de laatste man buiten het podium. Kevin Jürg. Harrison Scott. En ook Dennis Olsen. Die tempo hoog houden. Maar net even niet de aansluiting hebben met die eerste kopgroep. 1.58 nog 2 ronden te gaan. Second last lap now, ladies and gentlemen. In race number 2. And Louis Delatraz
just benefited from a small fight in between Callan O'Keefe and Ukyu Sasahara for second place. So there's an advantage of 1 second now for Delatras in the second last lap. Callan O'Keefe in second, Ukyu Sasahara in third, and Kevin Jurg in fourth place. No changes in fact there, but they are all in striking distance, so it's not over yet. Same situation for Harrison Scott and Dennis Olsen, still quite close to each other in positions 5 and 6, followed by Jahan Daruvala in 7th. There we find the very first bigger gap. It's about 8 seconds. Jahan Daruvala behind Dennis Olsen. Tifuni is another 3 seconds off from Daruvala. So the young Indian driver should be on a good way to score his rookie victory here with place number 7 in the overall ranking, just ahead of Max Tifuni, who is still ahead of Darius Oskuri, his teammate of the ART Junior team. And then currently completing top 10 places is Colin Noble, the only MGR Motorsport driver. Laatste meters, 41 seconden nog op de klok. Ze gaan nog één keer voorbij komen, dan krijgt ze het laatste ronde. Dat hangt nu uit. Delatras die toch die laatste, ja, die 1,3 seconden. Dat is in deze klasse wel echt genoeg om die wedstrijd naar je toe te trekken. Maar daarachter Callan O'Keefe, Sasahara en natuurlijk ook Jurg, die de 5e laatste bodyplaats onderling met elkaar gaat verdelen. Prachtige wedstrijd geweest hier van het Europees kampioenschap Formule Renault. Deze mannen doen het uitstekend. Alle rode en witte kleuren overigens, wel verschillende teams allemaal vooraan te vinden. Callan O'Keefe wil natuurlijk die tweede plaats in ieder geval meepakken, want ja, hij zat er qua kampioenschaps niet zo heel goed voor. Maar Sasahara en Jurg zitten nu achter hem en dat wil hij absoluut zo houden. En de meeste punten wat dat betreft meepakken in dit verhaal. Zodat hij richting de eerste zeg maar, 3 kan komen, ligt in 4e in dat hele verhaal. Gilt met een groot probleem, want ja, die is wat dat betreft lag op dit moment 5e voor dit weekend 5e in het kampioenschap. En daar hoeft hij geen tegenstand meer van te verwachten. Devlala is de man die 6e lag in het kampioenschap en de beste de rookie is en was. En ook nu wordt hij dat weer. Andele Voila, die nu op de 7e plaats ligt en snelste rookie zal zijn in deze wedstrijd met de start nummer 6. Kijken waar ze zich begeven. De leider die nu zeg maar het meer opkomt en dat betekent het lange semi-rechte stuk richting de ramshoek, richting die supersnelle bocht, die supersnelle linker. En dan komt hij richting de Geert Timmerbocht en richting het zwart-wit geblokte vlak. Daar gaat hij door de ramshoek heen, vol gas natuurlijk. Even uitdriften, vol aanremmen. In tweede versnelling, eerste versnelling, tweede versnelling deed ik net voor deze mannen. Als je de gier goed hebt staan, daar is het Delatras. Alles heeft hij kunnen weerstaan. Tweede wordt Callan O'Keefe en derde ook hier Sasahara. Dat zijn de mannen die het hier gedaan hebben. Dan is het heel even wachten richting Devoala, die hier met nummer 6 de snelste rookie wordt in dit Noord-Europese kampioenschap Formule Renault. En dat de top 5 binnen 3,6 seconden, nou, dat is wat langer, maar de top 4 zit binnen iets meer dan dus 1,7 seconden. Mooi gedaan, terwijl Johan Daruvala nog 1.36.683 als snelste ronde laat noteren. Snelste ronde van de wedstrijd, dus in de laatste ronde ook. Maar de top zit dicht achter elkaar, want het is een mooie wedstrijd. En dit is eigenlijk zoals het hoort, hè, bij Formule Renault. Het is toch hier leren de mannen. Ja, de jongens onderscheiden zich van, hoe zeg je dat ook alweer, de mannen onderscheiden zich van de jongens, geloof ik. Nou, het zijn nog allemaal jongens, maar ze zijn aardig op weg in ieder geval om zich te onderscheiden. Louis Delatras, Callan O'Keefe en Ukyu Sasahara in ieder geval heel goed bezig met een prachtig resultaat tijdens deze Gamma Racing Day. Race victory number 6 of the 2015 season, ladies and gentlemen, for Louis Delatras. So he definitely increases his gap towards Kevin Jurg in the Drivers' Championship with only 2 racing weekends still to go. Nürburgring is the next one in the middle of September. And then we are going to attend the season final with not only 2, but 3 races on the final weekend of the season at Hockenheim alongside ADAC GT Masters. Callan O'Keefe at least once again on the podium, the South African driver, with 2nd place overall. Ukyu Sasahara in 3rd, and Kevin Jurg, unfortunately, only back in 4th place in the end. Harrison Scott in 5th, ahead of Dennis Olsen, and then it's Jahan Daruvala, the Force India junior driver. He's going to be on the podium as well, as he is the quickest of the 8 rookie drivers in race number 2.
of the Formula Renault 2-litre Northern European Cup at Assen. Ladies and gentlemen, thanks for your attention. Has been a pleasure for the championship to be part of it again. In a couple of minutes, we'll see the podium ceremony with Arthur on the podium.